Ik vrees dat wij iets te weinig lange termijn denken. En dan druk ik mij waarschijnlijk zeer voorzichtig uit. Maar ik vind dat dat niet alleen een rol is van België. Ik denk dat we dat ook op Europees vlak echt zouden moeten denken. Durven verder lange termijn denken. En als we in sommige zaken te ver zouden gaan, dus noods terugkeren. Maar minstens weten waar willen we naartoe. En dan toch wel die wendbaarheid houden om snel te reageren of te corrigeren. Het is een idee om bij ons ook een analyse te maken van wat we nodig hebben voor de komende 20 en de komende 40 jaar. Het vraagstuk van de betaalbaarheid van de sociale zekerheid, oplossing van het fileprobleem, de lange termijn energiebevoorrading en zeker en op de eerste plaats een onderwijssysteem dat je met de komende 20 en 40 jaar mee verder kunt. We zijn maar zeer zelden uit de politiek die de ad hoc discussies van vandaag voert geraakt om echt lange termijn hervormingen te bespreken.